Ik ben Lisette. En ik ben Johanne. En dit is Anne TV. Welkom lieve Anne-fans. Welkom bij weer een nieuwe Anne TV. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. We zijn afgelopen dinsdag, hebben jullie ons misschien gemist. Maar we zijn er gelukkig vandaag weer. Dus zeker. Weer een nieuwe show met zomerse items. Ja, en zomerse sets natuurlijk. Het weer is prachtig buiten, dus we gaan jullie proberen vandaag weer te inspireren met allemaal mooie items en sets. Zeker. Dus dat gaan we doen. Wat leuk is om te vermelden, we hebben 20% korting op onze gehele collectie. Dat geldt online, maar ook bij ons in de winkel. Dus je shopt nu alles met 20% korting. Nou ja, dat is superleuk nieuws natuurlijk. Zeker, leuk cadeautje. Dat bedoel ik. Online kan je shoppen, 24/7. Dat kan tegenwoordig ook met ons als personal shoppers. Hoe doen we dat? Je gaat naar de website, klik op de banner personal shoppen en je kan met ons chatten of videobellen, wat je wil. We gaan met jullie de website door, we kijken van wat vind je leuk en proberen sets met jullie bij elkaar te zoeken, zeg maar. Maar ook in de winkel staan de stylecoaches weer klaar om jullie weer te helpen met het uitzoeken van nieuwe sets en natuurlijk van advies te voorzien. Ook in de winkels kan je tegenwoordig personal shoppen. Dat doe je, of hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat, dat gaat Marieke ons vertellen. Dus Marieke is in een van onze winkels en die gaat laten zien hoe zo'n personal shop afspraak in zijn werk gaat. Dus ik zou zeggen, we gaan over naar Marieke. Hoi, ik ben Marieke, een van de personal shoppers bij Anna Kantoor. Je kunt zowel bij mij als bij een van mijn collega's een afspraak maken bij een van onze winkels van Anna Kantoor. Wat wij belangrijk vinden is de 1-op-1 aandacht en dat we goed kunnen kijken naar wat jouw wensen zijn, naar wat jij in de kast hebt hangen, zodat we alle items die je nu wil kopen kunnen combineren bij jouw eigen garderobe. We beginnen relax met een heerlijke koffie en wat lekkers en bespreken we wat de wensen zijn, wat je stijl is en waar je je eigen comfortabel in voelt. Daarna gaan we kijken naar de outfits die we samen hebben geselecteerd. Gaan we passen en gaan we kijken hoe we het beste alles met elkaar kunnen combineren. Na een personal shop sessie loop jij zeker met een brede glimlach en een geslaagde set de deur uit. Dus maak snel een afspraak. Dat kan via de website www.annevantor.nl of neem contact op met een van onze winkels. Bedankt Marieke. Wil je dus zo'n personal shop afspraak bij een van onze winkels? Laat het een van onze winkels weten of ga naar anna.nl en schrijf je in zodat wij contact met je op kunnen nemen. Volgens mij via de klantenservice kan je dan even een mailtje sturen. Ja, klopt. Helemaal. Ja. Er is een inschrijfformulier. Nou, bedankt Lisette voor dit mooie intro en bedankt natuurlijk ook Marieke in de winkel. We gaan vandaag hebben we weer een grote collectie van Anna, maar vandaag ook zeker met heel erg veel friends. Zoals Moskou en bij mij hierachter ook veel Samsu en jij hebt ook broeken van bijvoorbeeld Mosh Mosh en Cambio. Dus daar gaan we mee beginnen. En we hopen jullie weer te kunnen inspireren met mooie nieuwe zomerse items. Ons model is er weer vandaag, dus ik zou willen vragen of ze erbij wil komen. Dan gaan we daar mee beginnen. Ja, en ik ga weer achter de laptop plaatsnemen. Dus als je vragen hebt, schroom niet, want dan gaan we die beantwoorden. Zeker. Daar is Kim. Ze heeft hier een mooie lichtroze setje eigenlijk aan. Het klinkt natuurlijk een beetje zoet lichtroze, maar in deze combi met die stoere boots eronder en een sweater maak je het echt sportief. En je ziet dat Kim hier eigenlijk gekozen heeft voor een beetje cowboyachtige boot. Dat zie je heel erg veel in het modebeeld op dit moment. Ja, maak je het echt heel eigen. Kan natuurlijk ook gewoon weer een gimp onder. En zeker met het mooie weer, een mooie sandaal, maakt de set ook helemaal af. Nou, Kim, je draagt het met een sweater. Dat is natuurlijk als het wat kouder wordt heel lekker. Maar als het wat warmer is, kan je er ook voor kiezen. Oh, even de blouse pakken. Hier een hele mooie lichtroze blouse van Moskou op te dragen. Die knoop je dan ook echt even lekker op, zodat het echt een nonchalante look geeft. Dat heeft Moskou natuurlijk heel erg in zich, dat nonchalante gevoel. Mooie linnen blouse. En het leuke is dat je hier de mouw ook nog kan oprollen. Zit dan zo'n haakje in, dan kan je hem oprollen en heb je eigenlijk ook meteen een korte mouw. Mocht je zeggen, ik hou toch van iets sportiever, kan je ook nog voor dit leuke sportieve t-shirtje gaan van Lois. Hier staat dan toevallig een opdruk op van Lois. Waarin dat roze eigenlijk weer terugkomt. Je ziet ook wat bruin erin, dus een combinatie met een naturel tint kan natuurlijk ook heel erg mooi. Dankjewel Kim. Van deze print hebben we ook nog een heel mooi topje. Je ziet dat er bij Samsu, dat is een Deens merk, dus daar zitten ook echt wel wat Deense invloeden. Hier bijvoorbeeld met die knoopjes en dit printje. Dat is wel echt Deens en dat zou je bijvoorbeeld ook weer heel erg goed op dat rokje kunnen combineren, zodat je weer een jurkje hebt.
Maar goed, wat ook heel mooi is, is om gewoon een basic witte denim van Cambio in de kast te hebben. Eigenlijk is dat sowieso goed om in de kast te hebben. Zeker met het mooie weer. Je gaat veel witte zien. Ook straks weer als het weer wat kouder wordt, mag je wit blijven dragen. Maar hier in de combinatie met zo'n roze top waar wel wit in zit, ja, heb je gewoon een lekker fris setje. Een paar gimpen eronder. Die kan dan weer in een hele andere kleur. Maar ook bijvoorbeeld hier, deze gimpen van Hof. Er zitten dan ook weer dat roze met zwart zit daarin. En ja, die kan je dan ook heel erg goed combineren bij zo'n roze item. Ja. Deze. En ook bijvoorbeeld, deze gimp is ook heel fijn te combineren. Want de blouse die ik net liet zien, hebben we ook in een jurk. Hier zo'n hele comfortabele jurk. Echt zo'n shirt dress wordt dit genoemd. Het is een blouse, maar dan verlengd en een ceintuur. Nou, je ziet dat die schoenen daar heel mooi bij gecombineerd kunnen worden. Dan heb je echt een sportieve set. Dan hebben we ook nog een jurkje van die print. Deze, ook een klein pofmoutje. Het is wel echt een korte variant. Maar ook heel leuk af te stylen met of gimpen, of een sandaaltje, of een beetje die boots die Kim net ook aan had. Kim, je bent er weer. Kom erbij, zou ik zeggen. Ja, we laten steeds veel variaties zien op de cargo's. Hier heeft Kim eentje aan van Kopenhagen Muze. Deze is echt wat hoger in de taille. Dus dat kan je ook zien, het ceintuur, het mag echt wat hoger gedragen worden. Ze heeft het heel stoer en vrouwelijk weer gecombineerd. Zo'n cargo is heel erg stoer van zichzelf. Maar ja, zo'n supermooie blazer en comfortabel van Drycorn, ja, maakt het echt heel erg eigen. En dan weer een stoer shirt van Alex eronder. Maar goed, kan dit me voor... is echt een hele nieuwe kleur. Hè? Dat is echt wel een kleur die dat groene mode... bedoel je? Ja, veel ja, nou, modebeeld terugziet. Je ziet het ook in onze winkel. We hebben eigenlijk allemaal andere kleuren geel, groen aan. Ja. En ook in de mix kan dat allemaal heel erg goed gecombineerd worden. Nou, hier ook lekker... Lekker zomers, gewoon lekker t-shirtje erop en ja, je bent helemaal klaar. Als je zegt, ik hou wel van wat meer kleur. Je kan ook echt heel goed dat groen met dit soort roze tinten combineren. Het is wel wat heftiger in de combinatie, maar dat, ja, dat vind ik zeker wel heel fris. En we hebben daar ook een hemdje van. Die zou je ook heel goed bijvoorbeeld onder die blazer kunnen combineren. Het zijn echt hele fijne hemdjes, zeker voor dit mooie weer. En je hebt wat een breder bandje, dus je hoeft niet met je BH of zo erom te denken. Linnen slub kwaliteit is dit. Dankjewel Kim. Dan van die broek hebben we ook een shortje. Die hangt hier voor bij mij. Dat is deze. En het is het fijne aan deze short. Hij is echt wel wat langer en wat wijder. Het lijkt bijna dat je een soort rokje aan hebt. Dus dan hoef je niet erom te denken van kan ik dit hebben? Want het is echt wel tot je knie een soort rokje. En natuurlijk heel vrouwelijk weer gecombineerd met zo'n mooie broderie blouse. Of de blouse die ik aan heb. Nee, jullie zien veel in onze show voorbij komen. Variaties op witte blouses. Nee, ze zijn er in overvloed op dit moment. Dan. Eens eventjes kijken. Ben ik eigenlijk... Oh nee, deze wilde ik nog laten zien. Want je ziet ook veel hoge halzen. Dit is dan in voorbeeld een hele mooie witte blouse. Ik heb ook een hoge hals aan in de t-shirtjes. Dus wel echt geeft wel meteen een heel modern gevoel. En ja, ook heel goed te combineren op in verschillende vormen. Want wat je dus ook veel ziet, is dat je eigenlijk gewoon dit wit met wit heel goed kunt combineren. En wat je dan kunt doen, is het bijvoorbeeld afstylen met zo'n type boot in een zandkleur wat ik aan heb. Of nog een riem in zo'n zandkleur erbij doen. Geef je het wel een beetje een accentje. En het is wel echt misschien wat gewaagder, maar je mag echt die witte tinten heel mooi bij elkaar combineren. Nou... Jij denkt alles uit je shopje gehad. Dan gaan we wisselen. Dan gaat Joanne verder achter de laptop. Dus stel natuurlijk al jullie vragen. Mijn shop. Kim komt er zo aan. Dus ik ga alvast even beginnen met... zij gaat hier straks een broekje van laten zien. Maar ik wil jullie ook zeker de rok niet onthouden. Het is een beetje een bladprintachtige. Met zwart-wit. En er zit een beetje een groenachtige kleur doorheen. Ja, en... Prachtige rok, 100% viscose en hij is eigenlijk gewoon tot de enkel, zeg maar. Dus zeg je, ja, ik wil niet te kort rok, dan is deze eigenlijk perfect qua lengte. Inmiddels is Kim al klaar met haar set, dus dan ga ik zo jullie nog even wat meer over de rok vertellen. En dan laten we Kim er even bij komen. Nou, hier draagt Kim dus de 5 Pocket Skinny van Anna. En zij draagt hem hier... het is hetzelfde printje als wat ik net van de rok liet zien. En ze draagt hem hier juist met dat hele leuke felgeel. Dit is van Moskou het blouseje. Joanna liet hem net in het roze zien. We hebben hem in verschillende kleuren. Nou, ze knoopt hem hier heel leuk op. En ze draagt eronder nog een linnen topje. Ook van Moskou.
En de blouse is ook van linnen. Mosca staat bekend om zijn luchtige materialen. Dus ja, materialen die prettig te dragen zijn. Nou ja, ze kan er ook nog voor kiezen om te zeggen, nou, ik draag de blouse helemaal los en laat me van het hemdje zien. Dus daar kan je verschillende keuzes in maken. Ze draagt hem hier met een leuk slippertje. Nou ja, natuurlijk voor dit weer is het perfect. Ze laat hem nog even zien hoe ze hem combineert. Kijk, als ze hem zo open laat, dan krijg je ook weer een beetje net die nonchalante look. Ja, prachtige kleur, Kim. Dankjewel. We hebben wat vragen, Lisa. Ja. Het is misschien leuk om ondertussen het even ja, te zeker, behandelen. Zeker. Want bijvoorbeeld, er wordt veel gevraagd over mijn witte blouse. Ja. Deze blouse is van Anna. Ja. En er werd ook gevraagd, wat voor hemdje draag je eronder? Nou, die hoort erbij. Die zit er aan vastgestikt. Dus eigenlijk heb je 2-in-1 en de blouse en het topje horen bij elkaar. Ja. En je kan hem vinden op onze website. Ik weet zeker dat er achter de schermen even een linkje geplaatst wordt. Ja, precies. Dus ja, nou ja, dat is het ideaal van deze blouse, hè, dat het hemdje eronder zit. Ja. En hij is officieel lange mouw. Kan ik nog even laten zien. Het is echt gewoon lekker met die roze blouse. En er zit een elastiekje op. Dus ik vind het altijd lekker om mijn mouwen op te stropen. Maar goed, dat is hem. Even de achterkant zo. Ja, ook met die Roeseland achterkant heel mooi, hè? Ja. Ik hoop dat je vraag beantwoord is, Ingrid. Ik ging verder met de rok. Dat wilde ik jullie laten zien. Nou, kan je dus met dat fel geel combineren. Ik heb hier een mooie trui van Calvin Klein. Wat waardoor een beetje een sportievere look creëert. Maar zeg je, ja, ik wil hem toch even iets rustiger en iets stijlvoller. Heb ik nog dit mooie blouseje van Anna ook. Dit is de garment dye wassing is dit ook. En dat betekent dat de naden niet meegewassen worden. Waardoor die dus wit blijven. Nou ja, kijk hier ook met dat leuke knoopdetail. En dan zo op die rok. Sneaker of een slippertje eronder. Nou ja, dan heb je dus gewoon een hele mooie outfit. Kan natuurlijk ook met een witte blouse gedragen worden. Dat is hetzelfde als op het broekje. Ja, gewoon weer die witte blouse. En dat kan in verschillende varianten. Of met een ruffel. Of juist gewoon deze hele mooie basisblouse met dat houten knoopje en die twee boszakjes. Ja, daar kan je alle kanten mee op. Wat ik jullie verder nog wilde laten zien. Het blouseje heb ik eventueel ook nog. Ook van Moskou. Jij liet hem net volgens mij in het roze zien. Klopt. Ik wil hem nog even laten zien. Ja, in het geel. Hij is verschillende kleuren. Ja, 100% linnen. Ja, dit draagt gewoon heel comfortabel en luchtig. En het zijn natuurlijk prachtige kleuren. En volgens mij zijn ze ook wel zo dicht dat je er niet per se een onderjurk onder hoeft te dragen. Dus het is dat echt is zeker dat het warm is. Dat is een groot voorbeeld. Ja. Voordeel. Daar hebben we Kim. En die heeft een prachtige jurk aan van Cocouture. Dus ik zou zeggen, kom erbij. Wel echt een fashion statement. Ja, dit is echt een fashion statement. Nou ja, dit is dus wat ik al zei. Een jurk van Cocouture. Het is een A-lijn model. Ze draagt hier hem wel met het centuurtje om hem te tailleren. Maar je kan ook zeggen, ik doe het centuurtje af en ik laat hem echt helemaal vallen. Het is een poplin katoen. Draagt comfortabel, is luchtig en hij heeft een leuk zakje. Het is leuk denk ik om de achterkant nog even te laten zien, want hij heeft een supermooi strikt detail aan de achterkant. Ja, het is gewoon een item op zich en dat zegt genoeg. Ja, niet te veel meer aan doen. Nee, helemaal leuk. Dankjewel Kim. Verder wilde ik jullie deze print van Mosca nog even laten zien. Het is een klein streepje. Het is ook weer van viscose, 100%. Hij heeft een heel klein, zit een geel detail in. Nou ja, hoe combineren we dat? Ik heb hier leuk die cargo, bijvoorbeeld van Mosh Mosh in deze. Kijk, dan draag je hem zo. Kan natuurlijk met wit gecombineerd worden. Zeg je, dit is een wat stoerder broekje, een wat stoerder cargo. Wat je ook nog kan zeggen, pak die Joanna aan hebt. En dat is die van Cambio. En dan combineert ze hem, ik kan hem misschien even voorhouden. Kijk, dan combineer je hem op deze manier. Ik zou het leuk vinden om hier bijvoorbeeld een witte gimp bij te dragen. Ja, maakt hem echt fris. Ja, precies, op die manier. En de broekjes, de cargo modellen, het zijn geen hele strak aangesloten broeken. Ze zijn allemaal ietsjes rechter. Ja, vooral van de onderkant. Ja, precies. Ja, ja, hierboven mag hij wel aangesloten zitten, maar dan de onderkant wat rechter. Nou, we hebben van die mooie print hebben we ook nog deze hele mooie jurk van Moskou. Nou, ik kan natuurlijk hier ook nog zeggen, ik pak dat leuke gele hemdje er nog onder, hè, om net even die kleur er onderuit te halen. Dan doe je het zo. Ja, dan heb je gewoon één item en je bent eigenlijk weer helemaal klaar. En het is wel heel leuk, want er zit natuurlijk net een beetje een geel accentje in. Omdat bijvoorbeeld ook zo'n palazzo die daar hangt, van Lois, die daar achter jou hangt. Ja, want dat kan ook nog, hè, dat je hem helemaal open draagt. Ja, en dan bijvoorbeeld op die, wat jij zegt, die palazzo van Lois. En dan draag je hem helemaal open. Nou ja, Lois met
Met de prachtige modelletjes. Ja, en het is een hele comfortabele stof. Het is wel echt, ook dit is wel echt een statement als je zo'n type broek draagt. Maar hij is heel stretchy, super comfortabel, mooi hoog. Dus het draagt gewoon heel mooi. En ja, je hoeft hier niet te veel op of aan te doen. Want je maakt met de broek al echt een statement. En het is inderdaad heel leuk om dan bijvoorbeeld zo'n langere tuniek open te knopen als blazer. En om die er dan overheen te dragen, wit hemdje. Ja, en je bent klaar. Ja. En de broeken die wij laten zien, bijvoorbeeld van Rossner of van Cambio, het is allemaal een beetje midwaist. Dus allemaal niet te laag. Een beetje gewoon mooie hoogte. Dus dat is altijd... Alles met 20% korting. Zo is het. En dat maakt het natuurlijk nog aantrekkelijker om te shoppen. Zeker. Nou ja, en dat kan natuurlijk 24/7 online. En dat kan natuurlijk in onze winkels. Want daar staan onze medewerkers ook weer klaar om jullie... van advies te voorzien. En we hebben een hele actieve kijker, Ingrid. Dus dat is heel leuk. En ze vraagt of we ook de sandalen en de schoenen verkopen. Maar alles wat wij dragen en laten zien, is online ook te koop. Dus, en met 20% korting. En dus met 20% ook op schoenen. Ja, precies. Zeker. Doen ook mee. Nou, Kim heeft nog een hele leuke set aan. Dus Kim, kom er nog even bij. Nou, ze draagt hier van Fabienne Chapeau eigenlijk de zonnebloemprint. Nou, die wilden we jullie vandaag ook niet helemaal onthouden. Omdat het en zo mooi weer is en dat je dit eigenlijk nu gewoon kan dragen. Zeg en bij elkaar, hè? Dus twee printjes bij elkaar, ja, super modi. Ja, precies. En omdat de kleuren natuurlijk omgedraaid zijn, kan het ook heel goed. Absoluut. Nou ja, en ze gaat hem hier even laten zien. Het is echt een heel vrouwelijk jurkje met een spaghettibandje. Zie je best heel veel in het modebeeld. Ja, dan kan je prima gewoon een dun BH-bandje onder. Ja, weet je, dit lekker in de tuin. Tussen de zonnebloemen. Grapje, maar lekker gewoon in de tuin. Maar zeker ook als je weer de deur uit mag. En dat mogen we weer. Dus heerlijk. Ja, en het jasje ook weer zoals je hem hierachter ziet. Hè? Nou, met dat Alex-truitje kan je natuurlijk ook heel veel combinaties mee maken. Nou, en durf die prints met elkaar te pakken. Ja. Ook daar, weet je, een geprint t-shirt met zo'n jasje. Ja, het is wel echt heel... Wil je, zeg je, ik vind het toch nog een klein beetje te gek, kan je natuurlijk ook altijd zeggen, ik pak bijvoorbeeld dat witte spijkerjasje. Wat, dat kan altijd, hè? Ja, voor over de set heen. Zeker, absoluut. Dus zo kan je ook nog de combinaties maken. En dan wordt, super bedankt, Kim. Ellie heeft een vraag. Ja. Wel een hele leuke vraag, vind ik. Ja. Heb jij zelf een jumpsuit aan? Heb ik zelf een jumpsuit aan? Nou, dat is wel een hele leuke vraag. Want het is eigenlijk een klein grapje. Ik ga het even een beetje laten zien. Het is eigenlijk een pak uit tweeën. Dus het lijkt een jumpsuit zoals ik het nu draag. Maar de broek is los en de top is los verkrijgbaar. En zodat je het ook op verschillende manieren kan combineren eigenlijk. Dus ik kan ook zeggen, nou, ik draag de top eens een keer op een jeans of op een lichte broek. Ja, of ik doe de broek en dan gewoon in combinatie met een andere top. Maar ik vind hem zo ook wel weer gewoon heel grappig. Zeker. Dus, van viscose. Ja, het is helemaal viscose. Draag super comfortabel. Lekker zakje. En ik draag hem hier nu natuurlijk met een sneaker. Maar je kan ook zeggen, ik pak er een leuk hakje onder. Maak je hem weer wat netter. Ja. Dus daar kan je best wel veel mogelijkheden mee. En er zit een, je kan het misschien niet zo heel goed zien. Het is een krokodillenprintje. Ik kan het misschien hier nog even laten zien. Kijk, er zit een krokodillenprintje op. Dus dat is ook wel weer grappig. En hier net even met dat geel. Dus dat maakt het ook wel weer heel leuk. Dus dat is mijn pak. Ik denk dat wij alle sets en combi's inmiddels wel hebben laten zeker, zien. Zeker, dus, zeker. Wij gaan weer afsluiten voor vandaag. Ja, nou, we willen jullie bedanken voor het kijken weer naar Anna TV. En blijf vooral je vragen stellen. Want ook na de tijd, ik kan me voorstellen dat je niet altijd in de gelegenheid bent om meteen te kijken als wij live zijn. Maar stel vooral je vragen over alles wat je ziet. En zoals Lisette ook al zei, we helpen je graag achter de schermen, voor de schermen in onze winkels. Dus ik zou zeggen, na de aflevering naar anna.nl voor de 20% korting. Ja, voor 3 uur besteld is, we proberen morgen in huis, maar ook wij hebben iets leveringsprobleem, of wij niet, de DHL. Dus we doen alles eraan om het zo snel mogelijk bij je in huis te hebben. En dan zien we jullie heel graag volgende week. Zo is het. Dankjewel, tot volgende week.